een mooie overwinning bij FC Eindhoven. Ja, die was zeer welkom, denk ik, Bob Peters. Welkom, ja. Elke overwinning is natuurlijk welkom. Ik denk dat, dat de overwinning met name verdiend was. Hè. Dat we nog de kans hadden, eerst zelf met Arne van Keilig, om op 0-1. En uiteindelijk hebben we niks weggegeven. Dus ik denk dat we een heel volwassen prestatie hebben geleverd. En ja, die derbies, dat leeft altijd toch wel heel hard. En als je dan, voor we vertrokken, de supporters zagen, met name ook toen we terugkwamen, hoe die genoten, ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Maar hoe zit je dan op de bank? Hè? Want dan valt dat doelpunt, dan komen die bekertjes op het veld en denk je dan bij jezelf een stelling van, oh nee, daar gaan we weer. Ja, het is natuurlijk beter dat je in één keer kan doorspelen. Maar uiteindelijk zijn we in de kleedkamer gegaan. Hè, want we moeten dan die afkoelpauze van een kwartier doorstaan. En dan heb je nog een aantal minuten opwarming. Ik heb gewoon tegen de jongens gezegd, ja, houd die focus. Hè. Blijf de dingen doen die we aan het doen zijn. En uiteindelijk hebben we niks weggegeven. 3, 2, 1. Ja, Mike Haverkotte. Seizoen bijna ten einde. Nog één wedstrijdje. 10 clean sheets wordt vrijdagavond Elbergen. Als vrijdagavond de 11e wordt, dan verliezen we sowieso niet. Dus dat zou, dat zou een mooi uitgangspunt zijn, inderdaad. Kijk het op het seizoen. Hoe kijk jij terug? Ik denk dat we wat lastig zijn gestart, de eerste helft van het seizoen. Dat heeft sowieso oorzaken. En ik denk dat we net voor de winter, toen Tim Bakens het heeft overgenomen, dat de stijgende lijn naar boven is ingezet. En nou, vervolgens is Bob Peters gekomen en die heeft die lijn goed doorgetrokken. Tevreden? Nee, want we hebben te veel gelijk gespeeld na de winter. Maar we hebben wel een stapje gemaakt van niet verliezen, van verliezen naar niet verliezen. Alleen een stapje naar structureel winnen, dat was nog iets te groot. Dus er zit verbetering in vanaf het moment dat Tim Bakens het heeft overgenomen. En daar is Bob Peters mee op verder gegaan. Ja, mooi is, je bent de laatste wedstrijden aanvoerder. Scheelt dat een beetje? Heb je dan meer input in het elftal? Nee, niet zozeer. Of ik nou die band draag of niet. Zo, dat is mijn karakter. Sommige jongens kunnen het hebben, sommige jongens niet. Of ik die band heb, ja of nee, dat maakt niet heel veel verschil. Ik sta voor een aantal zaken betreft discipline. En ja, daar hoort iedereen zich aan te houden. En dat bewaak ik wel, met of zonder band. Dus, De Haverkotte zal niet veranderen met aanvoerdersband of zonder. Dus dat is dat maakt niet uit. Als je dan kijkt naar het nieuwe seizoen, want iedereen wil weten, Mike Haverkotte, staat hij nog in het doel in het volgende seizoen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat is kort en krachtig. Dat is kort en krachtig, ja. Dat is een keuze van hier, niet van mij. Dus, maar betekent wel dat je met andere clubs dan al in gesprek bent? Er spelen wel wat dingen en nogmaals, het is niet dat ik niet wil, maar de club gaat verder kijken.